allemaal en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Let's Play. Vandaag zijn er dus weer nieuwe Animusiers uitgekomen en eigenlijk wou ik niet echt eentje kopen. Maar we gaan ze nog uitchecken. Misschien koop ik er een, misschien ook niet. Ik wacht eigenlijk op de Animusier die nog niet uitgekomen is. Want dat is eigenlijk een van mijn favorieten naast de grijze die ik al heb. En aangezien ik niet zeg maar nog meer beesten wil kopen dan ik al heb. Van dat is, ja, nou, soort. Kopen we die dus? Waarschijnlijk niet. Maar er is er eentje tussen die mij dus super interessant lijkt. Dat is de bruine. En die heeft een heel klein kolletje. En ik weet niet helemaal zeker of ik die neem. Maar daarvoor gaan we nu kijken. En ik zet Miracle echt op een hele onhandige plek. Maar dat maakt helemaal niet uit. We gaan lekker door. Oh, Windigo. Je bent helemaal sad. Ja, meisje toch. Ja, ik weet dat die momenteel gereserveerd is. Zo, we gaan pakken even de Andalusie, waar die we al hebben, om een misschien te kopen. Geen idee of ik het dan wel of niet ga kopen, maar we zien het wel. Ik heb eigenlijk niet gekeken waar ze staan. Maar, mijn gok is dat ze niet ver zijn. In ieder geval dat ze in Silvergrace, slashadig noem ik dat altijd, staan. Silvergrace Manor, Silvergrace Manege. Hoe heet dat ook weer? De Wijngaard. Dat is het naam. Ik heb vriendinnen van mij en ik noem het altijd zilverslagader. Waarom? Is geen idee. Maar we gaan gewoon even checken hoe ze eruit zien en ja, dat dus. Misschien kopen, misschien ook niet kopen. Maar ja, weet je. De witte zou ik sowieso nooit halen, want ik vind de wit zeg maar standaard en ik heb al best wel een witte paard en ik hou van aparte paarden. Witte mensen ondertussen wel. Kijk, deze vind ik wel leuk, omdat er niet heel veel van deze grijze zijn. Maar ik ben echt vooral gek op de geplekte beesten. Oké, bijzonder. Auw. Oh, Scarlet Ong. Wie is Scarlet? Ik ben er niet. Maakt niet uit. De eerste 2 minuten zal ik al wat ervoor plaatsen. Oh, Calista Softsmit. Dan zeg je heel even hi tegen haar. Oh, maar dat paard die ze heeft is ook wel lief. Hallo. Oh, hallo. Spaanse rondjes rijden. Hi. Hallo, Calista. Hoe spreek ik dat uit? Clarissa. Migo. Excited. I get it. Me. Door niks. Zo. Ik nee, inderdaad, ik weet niet of ik ga door. Maar die wat zei, het is eigenlijk wel cute. Dat is deze. Is er. Nou, stok. Maar. Oh, deze is eigenlijk echt super leuk. Oké, hoe heet die van jou? Calista, waar ben je? Waar is Calista? Waar ben je? Daar ben je. Hoe heet die van jou? Dizzy Angel. Dat is cute. We noemen hem ook Angel. Voor Clarissa. Deze vond ik ook leuk. Die is zeg maar niet nieuw. En dan hebben we deze zwarte. Vind ik ook gaaf. Maar als hij een bles had gehad, was hij nog gaver. Even kijken. Maar we hebben er nog eentje. En dat is een. Zeg maar de donkerbruine. En ik heb geen idee of die hier staat. Oh, die staat hier wel. Deze. Oh mijn god. 2 zo hard tussen deze en de witte. Die jij ook hebt. Wat zeg jij?
Spreek je mening, Clarisse. Spreek hem. Ik vind ze beide echt heel schattig. Walala. Ik vind zelf dat je iets... Die kleur een beetje apart. Dan neem we creme loop. Cremello. Cream. Jouw paard. We nemen die. Hetzelfde als Clarisse. En Flypop. Nee. Pearl is mooi. Pearl. Ik wil Pearl. Ja, het is zo net heel erg moeilijk over de namen. Ik wil eigenlijk die andere, maar die vind ik eigenlijk niet heel mooi eruit zien. Pearl. Ik vind deze echt best wel leuk. En ik ben niet eens van het witte paard, maar deze heeft een bijzonder kleurtje. Ja. Pearl. Ara, beam. Kan ik chat terwijl ik dit doe? Nee. Pearl Mist. Deze ook weer. Even kijken of ik de naam kan doen. Wacht. Hebben we Main? Main. En dan de voornaam. Mist. Mist. Waar is Mist? Ik zoek Mist. Oh, Mist me. Oké. Okay. Ik heb een paard gekocht dat niet echt in mijn planning stond. Maar dat hebben we toch gedaan. Mistmeen. Als iemand weet waar de naam van is, laat het me hier weten. En zet je bericht vast. Ja? Dat is een deal. Is die... Ja, die heeft mij in de groep gevraagd. Let's go get the horse. Wee-ee-ee. We're going to get the horse. And then we go. Zullen we Clarisse uitnodigen in de stal? Ik ga Clarisse uitnodigen in de stal. Dat is wel leuk, toch? Kan wel heel aardig zijn. Uitnodigen. Groep. Uitnodigen. Alsjeblieft, Clarisse, daar welkom in mijn stal. En de toeka. Klaar, die doe niet heel... Ja, oké, okay, soms. Ik heb een paar keer mijn mensen toegelaten in de stal. Omdat het leuk is. En ik hoor een Discord pling. Jongens, toch. Oké, ik ga deze tuig eens afdoen. Ik vind het wel heel handig dat je zeg maar in een groep kan blijven als je de homestable ingaat. Dat is heel chill geregeld. Dat is dan basisuitrusting. Op zoek naar Mistmeen. Mistmeen, daar is Mistmeen. Hallo Mistmeen. Even kijken, jij wat voor shitje heb jij aan? Heb ik dat? Ik heb dat volgens mij niet. Wat een blauw is. Moorland setje. Is het erg dat ik later dat setje? Geen idee. Cute, welke maanden ga je doen? Denk vlechtje. Hoe heet het? Braid. Zelfde als jou. Zo. Ik wil ook iets roze aandoen. Oké. Clarisse, je hebt een pastelroze. Waar is mijn... Oh, ik heb hier pastelroze. Ja. Dat is mooi. En dan een bit. Weet je nog een leuk paard die ik kan kopen? Geen idee. Pony. Een pony. Pony of zo.
een pony of zo. Ik wil, zeg maar, een wit zadel. Heb ik een wit zadel? Het is echt een prinsessenpaard. Princess horse. Even kijken. Princess Carol. Princess, ik noem haar prinses. Ze heet helemaal geen prinses. Ik mis me. Wat technisch gezien ook wel een prinses is. Oh my god. Maar ik wil dus een wit zadel. En ik weet niet of ik dat al heb. Maar die is wel gaaf trouwens. Oh, let's search for some white saddles. Dat is een wit zadel. Die is lelijk. Wat een mooi wit zadel. Oké. Maar ik wil een wit, fatsoenlijk zadel. Normaal. Dus zo even winkelen. Even kijken, wat hebben we nog meer in de inventaris? Hebben we nog wat spannende dingetjes? Wat heb jij? Gewoon iets wits aan. Ik weet nog niet wat ik wil kopen. Even kijken. Oh, die is ook cute. Want volgens mij is dat net niet dezelfde kleur. Mie gaat winkelen in de mall. Eerst even de maandjes. Zo. Dan gaan we op zoek naar een fatsoenlijk wit zadel. De kans daarop is vrij klein. Maar het maakt niet uit. Ze komen er wel. En dan gaan we ook even de manen vlechten. Ook al vind ik, zeg maar, op deze manier ook wel gaaf. Kijken. Nee, ik denk dat ik hem vlecht. En als ik, zeg maar, zo leuk vind, verander ik dat weer. Hebben ze daar leuke dingen op? Geen idee. Ja, ik weet dus niet waar ik een normaal wit zadel kan halen. Dus mocht je weten waar, let me know. Dus ik heb nu zeg maar deze, dit is een gratis item. Maar ik wil het terug, deze is een gratis item. Want dat is niet leuk. Ja, het is wel leuk, maar het is niet mooi. Die sterren vloeken erbij. En daar houden we niet van. En dat is ook normaal een setje die ik nooit aan zou doen. Maar goed, we zijn hier. We got it. So yeah. Oh, ik wil meekijken wat ik weet. Zo, je mag best mee. Ik vind het niet erg als mensen bestalken worden. Het is gewoon dat ik niet... Nou, toevallig chat ik nu heel veel. Maar hopelijk stoort dat niet. Mochten jullie het wel storen. Ik zou het leuk lijken als ik gewoon... Weet ik veel. Als ik er mensen tegenkom dit, dat ze zeg maar mee kunnen. Vind ik gewoon gezellig. Met heel veel mensen dan snap ik dat het niet lukt met de chat en mensen uitnodigen en zo. Maar voor zover dat we nu kan, kunnen we dat doen. Talana. Wat? Beest. Wat was dat? Dat is bijzonder. Oké. Oké, we zijn in de winkelcentra en dan gaan we even naar de zadels kijken. Want ja, we hebben een nieuwe zadel nodig. We zijn matchend. Cool. Hopelijk kunnen we niet Star Wars uitgeven, want dat is naar. En dan wil ik wel een wit zadel die niet beest. Wat de hel doe je allemaal? Die niet, zeg, niet zwart is. Die kan nog wel. Stop met zo raar doen. Alsjeblieft. Die is echt lelijk. Dan wil ik denk ik... Het is allemaal van die langwerpige.
dingen. Die dan niet. Die of die. Die heeft meer titel. Maar ja, ik denk dat het voor die gaat. Dat is een bit zo. I got myself some saddle. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik ga terug naar Pinta en even kijken hoe Mist mee naar uitziet dit daglicht. Er moet echt weer een nieuwe, zeg maar, nieuwe instelling zijn voor het licht dat ik film. Maar altijd in het. Ja. Hoe heet het licht? En dan is het heel lelijk. Of zo leuk als ik weer een klus heb teruggevraagd. In de groep om te zeggen dat ik zo leuk online ga. Want ja, dat is wel even nice om te zeggen, denk ik. Maar ja, als het niet terugkomt, dan helaas. Clarisse. Maar goed. Waarom doet deze zijn oog dicht als ik. Oh, wat is hier pretty. Vind ik het echt licht of zo? Oh, wat lief. En dan loopt mijn Star Stable vast. Oh, ook niet. Daar is Clarisse. Kijk wat een ezel dit is. Ja, dit is het shot. Het shot. Lijkt wel een Sims paard, joh. Dit is zo'n beautiful horse. Ik ben al terug in VP. Oké. Ik heb de meest standaard spullen. Ja, ik heb een nieuw zadel. Maar goed. Dan was dit de display voor deze keer. Vond je het nou leuk? En ja, moet ik het vaker doen? Doe ik sowieso wel. Dat wil ik zeggen. Maar dat maakt niet uit. Hopelijk vond je het leuk om naar te kijken. Laat een comment achter met een leuke reactie. Ik lees ze allemaal. En vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik je bij de volgende Let's Play.